ticket to Barcelona, Catalonia for what's bound to be a really hectic qualifying as the teams compete to set the best lap times. Many of the drivers have commented on the challenge posed by the high-speed direction changes around this circuit, but you still need to be quick in a straight line. Is that a fair layman's appraisal? Drivers are going to need a nicely balanced car to be fast here. They'll need to get the most out of the medium and high-speed corners, which will push them to run more downforce. But in turn, this slows the car down on the straights. It's a tricky balancing act. Goedendag mensen, leuk dat je kijkt deze nieuwe aflevering van F1 2019, de Career Mode. We gaan nog verder in Spanje en het begint gelijk al met een drama, want we hebben een probleem met de auto. Ik heb op een knop gedrukt, ik weet niet welke. Oh, het is in één keer voorbij. Ook goed, boeien. Hebben wij tijd verloren? Ja, we hebben tijd verloren. Maar dat geeft niks, we kunnen nu gewoon de baan op en nu gewoon onze rondetijden gaan neerzetten. Maximum speed. Volle snelheid, parkvermijdingsregels zijn ingeschakeld. Wat betekent als we na de pits, na nu de garage verlaten, dan mogen we niks meer aan de auto veranderen. En dit is een snelheidscircuit, dus ik heb gewoon op volle snelheid staan, anders redden we het hier niet. Maar goed, een outlapje. Terwijl Gasly snelste race konden zet, 1.22.0 voorlopig de pole position. En nu kunnen wij de auto zelf gaan besturen. En dan is de vraag of wij op een goede startpositie kunnen kwalificeren. Zo niet, dan hebben wij pech gehad. Maar we zien het vanzelf wel. Oh, gespind. Ja, we zijn gespind. Even Lando Norris voorbij laten. Dat is namelijk een hele gemene bocht. En wij spinnen daar. Het is ook geel. We hebben ook een rode track. Dat betekent dat we volgens mij een deel afgesneden. Wat niet de bedoeling was. Maar dus nu moeten we dus opnieuw gaan beginnen. En even verder in ronde nummer 2 eigenlijk. We blokkeren hier wel een beetje. 4.3 en mijn lap is weg. En we gaan ook gelijk naar binnen. Want deze ronde is helemaal fucked. Oftewel, de ronde is verpest. Dus we moeten het opnieuw gaan proberen. Het is dus geen lekker begin van dit weekend in Spanje helaas. Pitlimiter hier wel aanzetten. Is aangezet. Ook denk ik iets te vroeg. Gasly nog steeds de pole position met een 1.22.0. Zeg ik dat goed? Nee, dat is de sectortijd. Mijn team staat al klaar. En nu wordt de auto weer gewoon naar binnen gebracht. En dan moeten we dadelijk weer opnieuw gaan proberen. Hele rare piep van het circuit. En alles wordt weer op de auto gebracht. Banden, warmers, er ook weer op. En dan moeten we daar gewoon weer opnieuw gaan proberen. En dadelijk weer een outlap of een flying lap doen. Mijn teammaatje komt ook binnen volgens mij. Ja. Kimi Räikkönen is dus binnen. We hebben een hele irritante toeter op het circuit. Wat een verschrikkelijk geluid maakt. Oké. Ik hoop dat die piep wel, die toeter wel snel verwijderd. Snel dus verwijderd. Magnus is dus ook binnen.
En gaan we dus een flying lap proberen om een tijd neer te kunnen zetten. En nu kunnen wij dezelfde auto gaan besturen op dit moment. Proberen hier een goede exit te pakken. DRS is dus geopend. En we gaan dus een tijd neerzetten. Hij is dus nu aan het lopen die tijd. Kijken wat de sector in sector 2, de tijden van sector 2 zijn. Wat is het verschil met Pierre Gasly? Oh, ja, weer die bocht. En deze ronde is dus weer weg. Nou, we moeten het dus opnieuw gaan proberen. We hebben er genoeg fuel. We hebben genoeg eerste voor. 1.8. Gasly heeft een 1.22.0 neergezet. En wij hebben, ja, wij staan nu op dit moment, als je het zo met bekeren wielen ook nog, het maakt kan allemaal erger. Als het zo bekijkt, staan wij nu gewoon laatste. Onze ronde was helemaal geneukt. Ja, laatste. Nog voor Stroll zelfs. Dus nu moeten we weer een goede ronde gaan zien te herhalen. Halen, ja. De kwalificatie is al bijna voorbij trouwens. En nu draait het om. Nu moeten wij een goede lap zien te volbrengen. Perez naar P9. Zie ik. Oké. Inmiddels gaan wij dus een ronde neerzetten. In het groen. Op een 10e zie ik. Nu weer in het rood. Dus nu moeten we gewoon proberen om een goede tijd neer te gaan zetten. Dat het bedoeld is. En misschien een positie hoger, P19 of zo. Dat zou wel leuk zijn. Maar P20 ben ik niet tevreden mee. We zijn gewoon 16.000ste langzamer. Ja, rood. We hebben nog tijd voor een nieuwe ronde. En nu draait het hier om. We hebben genoeg fuel. Ik weet niet wie wij achter ons hebben. Hulkenberg. Dus daar gaan we ook geen plezier mee doen. Dat vindt Hulkenberg ook niet fijn. De kwalificatie is compleet. Is gefinished. En vooralsnog Gasly op pole position. Maar Hamilton duikt eronder met een 21.6. En wij hebben een goede tweede middensector gepakt. Een goede laatste sector. En het is P19. Nou, mooi zo. Ben ik tevreden mee. Hamilton is op pole. Gasly naar 2 en Charles Leclerc naar 3. En we volgen Raikkonen op 3-10. Zeg ik het goed? Ja, dat zeg ik goed volgens mij. Volgens mij gaan we ook gelijk door naar de race. Dat weet ik niet zeker of we kunnen eerst de resultaten zien. De eerste resultaten. Nou, Kimi loopt dus weer van ons uit en we staan dus weer gelijk met George Russell. Ik denk dat Kimi Raikkonen de rivaliteit wel gaat winnen. De resource points voor de upgrades voor Monaco. Die er misschien aankomen. Ik weet het niet zeker. Ik moet nog even zien wat er beschikbaar is. Of in Canada kunnen er ook een paar komen. Ja, dat klopt Jeff. Het is niet het einde van de wereld. En we gaan dus gewoon door naar de race. Upgrades nog bekijken. Power.
De betrouwbaarheid zag je er ook. En daar hebben we er niet genoeg voor, nee, klopt. En dan gaan we nu gewoon lekker door naar de race. Grand Prix have in store for us today, I wonder. I hope we see some tight wheel-to-wheel action down the main straight, circumvental and Senna way back in 91, or maybe we'll have a more strategic race here on a track where overtaking can be difficult. It's a sell-out crowd of 140,000 here today as we await lights out for the 730-meter sprint down to turn one of this 2.9-mile racetrack. Overtaking is challenging through these 16 corners, but there's still a lot of high-speed excitement to be found, including the flat-out turn 3 and the terrifying blind right of turn 9. Joining me for the Grand Prix once again is Anthony Davidson. Now, let's kick off our conversation with Alexander Albon. As ever, the threat of unreliability is never far away, and indeed they'll be starting out of position today due to a power unit component change. So it's going to be a difficult task to move forward from there. Everyone has to deal with penalties or reliability issues from time to time throughout their career. You just have to suck up the pain and get on with the job at hand. Today isn't about performing a miracle to put the car back where it should be. It's about effective damage limitation. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position with Pierre Gasly alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Vettel, Max Verstappen, and Ricciardo, Bottas, Hülkenberg, Sainz, and Kevin Magnussen, Perez, Butler, Romain Grosjean, and Faber, Norris, Russell, Lance Stroll, and Kimi Raikkonen. The Professor and Alexander Albon picks up the last spot on the grid. And now it's time to head down to the track. Nou, dan zag je dus net de grid. In de race is een stop in is een eenstopper. We rijden, we starten dus op de soft en we gaan dus eindigen op de medium band. Meer wat extra fuel mee, want je weet nooit wat hier kan gaan gebeuren in Spanje. Maar de lampen zijn dus aan voor de grote prijs van Spanje, Career aflevering 6. Met ons op de ene laatste startrij en we zijn onderweg. En Albon heeft al een gelijk een betere start. Laatste startrij bedoel ik. De laatste start en de laatste plek. Dat wou ik dus zeggen. Albon heeft dus een betere start. Kimi Raikkonen. Gaat alles goed? Gaat niet alles goed? En we moeten dus in de herhaling zorgen dat dit keer Raikkonen ons niet raakt. Nog een keer proberen. Zo, de knes gingen we net goed. Raikkonen laat ons leven. Albon laat Raikkonen leven. En we zijn dus doorgewezen naar de laatste startplek. Dus geen lekker begin voor de grote prijs. Maar dit kunnen wij nog. Terugvechten naar. Naar een goede positie, hoop ik. Ik denk niet in de punten, dat gaat lastig worden. Terwijl Raikkonen wel met Albon in gevecht is. Albon zit daar nog. Ook George Russell is in gevecht met Lance Stroll, zie ik. Is goed, dat gaan we dan doen. Ook Kimi wordt daar wel wijd gestuurd. Door Albon. Ja, Kimi doet even terug. Albon laat hem staan. En het is nog steeds de laatste plek voor ons. Hoppa. Een grote divebomb bij Alexander Albon. En die toucheren wij even wraak nemen was dat. Kijk, want de VIA die geeft ons een waarschuwing. En dat was dus ronde nummer 1. Helemaal een leider is volgens mij de wedstrijd. Gasly na 2. We hebben wel problemen, want de power output will be down. Oftewel, we krijgen minder power. Terwijl Kimi Raikkonen daar even heel langzaam rijdt in die bocht. We moeten daar vol in de ankers, oftewel vol op de rem. Groen in de eerste sector, groen in de tweede sector. Wordt het dan ook groen in de derde sector. En een persoonlijke verbetering van onze snelste rondetijd. Gasly leidt nu de wedstrijd. Want Hamilton en Leclerc, denk ik, zijn naar binnen. Gasly en Leclerc en Hamilton zijn naar binnen. Hoppa, ook groen in de laatste sector. Ja, Leclerc is binnen, Hamilton is binnen. Raikkonen kijkt bij George Russell. Maar dat gaat helaas niet. Volgens mij was Verstappen binnen. Verstappen is binnen namelijk, die was binnen.
komt nu uit de pitstraat. Die is nog in de pitstraat. Ja, die is nu op de baan. 0.4 naar Kimi Räikkönen. Is in gevecht met George Russell, zie ik. Om daarvoor. De MPUH. De TC. De gearbox. En de ICE zitten er maar wat zwakjes bij. Bijna 60%. Hoppa, daar komt de aanval op Gasly. Gasly! Bedankt Pierre. Bedankt. Gele vlag dus. Virtual safety car, omdat Gasly hem gewoon liet staan. Hij kon ook gewoon afremmen, die grap. Maar dat deed hij niet. Dankjewel Pierre. Dankjewel. Oh, Vettel. Is out of the race. Die is er dus achterop geknald. Maar is de Claire er ook uitgegaan, want we zijn in één keer twee auto's weg en we gaan nu naar binnen. Ja, de Claire is ook uit. Charles Leclerc is uit, want ik zie geen rood stipje op de baan, behalve mijn teammaatje Kimi Räikkönen, en wij duiken dus nu naar binnen. Voor onze laatste stop van de wedstrijd, we gaan dus naar de medium band. En Kimi rijdt nog door volgens mij. Kimi gaat nog door. De Racing Point en de McLaren zijn binnen. Ook het Toro Rosso gaat binnenkomen. En hier is dus onze stop. 2.2. Goeie stop. Maar wij verliezen veel terrein. Kijk maar, laatste plek. En nu is de vraag, kunnen wij dus naar Romain Grosjean toerijden om P17 te pakken? Want Leclerc en Vettel zijn out of the race. Die hebben elkaar, ja, daar liggen al onderdelen van de vraag. Die hebben elkaar toen ik gespind was. Toen hebben ze er ook, volgens mij zijn ze er toen achterop geknald met z'n tweeën. Helaas, 0 punten voor Ferrari. En dat gaat zitten in het kampioenschap. Terwijl wij een gat hebben naar Alexander Albon van 2.7. Ik weet niet of Albon ook naar... Ik zeggen naar Grosjean rijdt. Het is groen. Er is een ongeval. Albon rijdt heel langzaam en er staat iemand stil. Dat is George Russell. George Russell is out of the race. Kijk maar, daar staat hij dus. Weer een uitval, een gele vlag. Maar geen virtual safety car. Interessant. En de Racing Point leidt volgens mij nog de wedstrijd. En die moet ook nog naar binnen komen. Dus dan is een Renault gaat er naar het podium. Ik denk dat dat Nico Hülkenberg is. Het kan ook Carlos Sainz zijn, maar ik weet niet zeker. De wedstrijden zitten dus op. En wij finishen dus als 16e. Lewis Hamilton heeft dus de wedstrijd gewonnen. Ik dacht even dat Valtteri Bottas was, maar ik weet niet of ik dat goed zeg. Pierre dus als tweede. En een Renault als derde. Het is volgens mij Nico Hülkenberg, als ik dat goed zeg. Het kan ook Carlos Sainz zijn. Maar wij vinden het dus als 16e in deze teleurstellende grote prijs van Spanje. Helaas, niks aan te doen. Ingenieur is wel blij helaas, gelukkig. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. Nou, de uitslag dus van de Grote Prijs van Spanje. En dan gaan we nu door naar de interviews.
Oh, verkeerde knop. Klassement. Ja, helaas de lust in de wedstrijd. We kunnen niks aan doen, helaas. Ah, shit. En daar heb je haar weer. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy. Ja, ik ben altijd happy, Claire. Oh mijn god. You really cut your way through the field today. What was your strategy? Goeie auto hebben natuurlijk. It wasn't the cleanest race today, was it? Nee, dat klopt. Oh, reputatie is gedaald, helaas. Appreciate your time. Ja, dankjewel. Doei. Naar resultaten. We verliezen dus ten opzichte van Kimi Räikkönen. We leiden de rivaliteit met George Russell. Research points. Hoppa, lekker veel. Dan kunnen we dus weer gaan besteden aan de upgrade. De reputatie is een klein beetje gesteken met ons huidige team. Finishes like that will look good on your contract reviews. On to the next. Oké, is goed. Ja, rivaliteit gaat dus ook mee naar een checkpoint challenge. Maar die gaan we dus niet doen. Nou, dan slaan we dus gewoon overgaan. Dus gewoon naar door volgende weekend in Monaco. Nou, dit was dus voor die mensen. Ik hoop jullie genoten hebben. Laat van een like achter als je genoten hebt. Abonneer op mijn kanaal voor meer afleveringen van Event 2009. Graham met Engel Project 2. Ik reageer veel beter kan worden. Volg me op sociale kanalen. Links in de beschrijving. Instagram, Facebook en Twitter. Ik zeg een fijne dag verder. En tot ziens. Tot de volgende keer bij Event 2009. Graham verder in Monaco. Een fijne dag verder. En tot ziens.